spiegel. Ja. Land van Kuik boert bewust. Dat heeft een jubileum. En ik heb hier Peter van Bree staan, die zich met vandaag ook aansluit bij Boer Bewust. Peter, vertel. Ja, klopt. Een paar jaar terug zijn we benaderd om lid te worden van Boer Bewust. Daar hebben we eventjes over nagedacht of dat bij ons zou passen. En uiteindelijk, Boer Bewust is het de burgers bewust maken van de boeren. Wat doen we, hoe doen we het en waarom doen we het? Om dat te verduidelijken. Aangezien we al met ons bedrijf al best veel dingen bezig waren. Het houden van kinderfeestjes, particuliere rondleidingen en allemaal meer van dat soort dingen. Hadden we zoiets van, ja, dat past wel bij ons. Ze zijn bij ons geweest, we hebben een keuring gehad en gelukkig doorstaan. En vandaag is dan het officiële moment dat het bord onthuld gaat worden van Boer Bewust. En een groot feest, want Boer Bewust bestaat? Ja, bestaat 5 jaar vandaag. Dus, of in ieder geval dit jaar. Dus, en dan moet gevierd worden natuurlijk. We hebben heel wat leden erbij nog voor. Ja, dan moet je toch een keer een feestje geven. En onze partners natuurlijk ook meteen laten zien waar we het allemaal voor doen. Oké. Ik wens je een hele fijne dag, maar wij blijven er even. En ik zeg, Hugo Wens rondlopen. Hugo, kom er ook even bij staan. Want jij bent natuurlijk ook een heel belangrijk iemand, althans als voorzitter zijnde van Boer Bewust. Nou ja, heel belangrijk. Weet je wat belangrijk is? Dat zijn onze boeren. Boer Bewust zet de boeren in zijn kracht, in hun eigen streek. En zij vertellen het verhaal richting de consument en de burger. En ik ben maar een spil in het webje, zeg maar. Niet meer dan dat. Nou ja, maar ieder spelletje is iets, hè. En Monique van Loon staat ook in de buurt. Monique, kom er ook even bij, want jij zit ook in de organisatie? Ja, ik ben de coördinator van Land van Kuik Boer Bewust sinds 5 jaar. Okay. Ik wil jullie allemaal hartelijk feliciteren, want we gaan nog even verder rondkijken. En dan zien we jullie straks nog wel een keer, denk ik. Ja. Heel veel plezier vandaag. Dankjewel. Ja, dankjewel. Dankjewel. Het bord onthullen van de familie van Bree. Op dit moment hebben we één klein probleempje, maar het wordt opgelost. We hebben een professor uitgenodigd, communicatiewetenschappen van Radboud Universiteit. En wij kunnen op dit moment even niet met haar communiceren, omdat haar telefoon blijkbaar uitstaat. Maar dat komt vast goed. Overigens is alles gemaakt, moet ik even bijzeggen, door een culinaire kok, Sam van de Kandelaar. En dat doet hij ontzettend goed. U moet maar eens kijken op de culinaire kandelaar. Als u dat een keer zoekt bij Google, dan vindt u hem wel. We gooien even het programma om en ik zou willen vragen Mark Jansen van Gaal, onze wethouder, en Antoinette, doen jullie het samen of? Doen het samen, helemaal goed. Allereerst familie van Bree, dank voor de mooie plek waar wij mogen zijn. Hoe mooi het hier ook is neergezet en wij zien dadelijk ook uit om de bordonthulling te beleven en te kijken dat we toch weer trots weer op een mooi bedrijf kunnen zijn in ons Land van Kuik. We kwamen net binnen en dan krijg je een broodje met streekproduct vanuit Loeven, het vlees en ik hoorde vanuit de appels vanuit Van Wely. Heb je al mijn huizen. Het duurt allemaal veel te lang als ik nou nog van alles vertel. Wij staan hier ook samen, en dat hebben jullie volgens mij al wel vaker gemerkt, omdat wij samen staan voor een vitaal landbouwgebied. Mark vanuit landbouw en vanuit mijn portefeuille is natuur en milieu. Gaat het niet zoals het moet, maar ze willen vragen.
Mag ik uw aandacht voor gedeputeerde Mark van Oudhoven. Ja, dank u wel. Heel lang. Wij kunnen daar wel een feest aan dieren. Ja. Iemand vroeg mij uit van Hervotten nog wel kunnen vinden net, hè, met die wegomlegging. Maar ik denk dat rond de tijd van de kamer van de metworstel dat gat wel dicht zijn, denk ik, hier in Vorten. Mensen, dat verwacht ik wel. Ja, mooi om hier te zijn, ook namens de provincie. Ook om hier te zijn om Peter, maar zeg maar Wende Peter. Ja, in ieder geval om jou eigenlijk ook wat toe te spreken. Want we hebben natuurlijk samen wel een verleden. En dat is bij Volharingen. Ja, ik weet nog, als klein jongetje heb ik jou nog mogen trainen en mogen begeleiden. Dus dat is wel uniek. En dan nou hier te staan en dan straks op het bord te onthullen. Dus dat is denk ik wel leuk om te doen. Kun je maar een auto doen? Ja, dit is dan eigenlijk het moment wat het om gaat. Ik denk dat we een hele mooie middag gehad hebben. Ik vind het echt geweldig om te zien dat jullie met zo'n grote getallen hier naartoe gekomen bent. Natuurlijk collega's van Boer Bewust, gewone collega's, mijn oude basis, de stagiaires zijn er, hartstikke leuk. Familie is er. Dus ik denk een prachtig moment om dit bord op deze mooie dag te hullen. Dus ik zou zeggen, laat maar gaan. Ja, dankjewel. Dan het volgende mooie moment. Het houdt niet op vandaag. We proosten even op een... op een nieuw Boer Bewust lid zijn we en laten we hopen dat er nog heel veel volgen. Ja. 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 Ja.